Ik heb last van emotionele klachten. Waardoor zou dit kunnen komen? Dus als je een emotie voelt, dan is dat jouw lichaam die je wat probeert te vertellen. Maar we zien heel vaak dat er heel veel emoties zitten die een soort van alsof er een slotje op zit, die op slot zitten. Een soort van emotionele blokkades noemen we dat dan. En daar zit zoveel energie achter, achter de emotie. Dus die emoveren, dat is echt een soort van energie die in jou zit. En als je dat niet uit, dan gaat het zich uiten in andere vormen. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mindbodyarts en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Ik heb last van emotionele klachten. Waardoor zou dit kunnen komen? Nou, interessante vraag. Zeker. Het eerste wat in mij opkomt is zo dat ik denk van Hey, ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen. Namelijk dat ze emotionele klachten hebben, maar dat, um, dat niet iedereen daar diezelfde benaming voor heeft. Yeah. Ik, heb, ik, ik kom weinig tegen dat mensen bij me komen van: hé, hey, ik heb last van emotionele klachten. Terwijl als je daar wat, wat logischer of objectiever naar kijkt, dan komt het daar wel op neer. Ja, want, Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, je moet erin zitten, zeg maar, je moet ermee bezig zijn om jezelf zo'n titel te kunnen geven of zo. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat iemand al wat emotioneel werk of ergens al. En het intunen is van, hey, volgens mij zit het probleem in mijn emoties. Uh, maar dat iemand zich daar ook meer mee identificeert dan met bijvoorbeeld mentale klachten of lichamelijke klachten. Wat je toch wel iets vaker hoort, of cognitieve klachten. Ja, ja het is niet dat als je, weet ik het, je voelt je even niet lekker, dat dus je zegt, oh, ik voel me even, emotioneel even niet zo lekker. Het is meer van, ik voel me even niet lekker. Ja. Of, of uh, je bent misselijk van, hey, ik ben gewoon misselijk. Of ik voel me niet zo lekker in mijn vel. Maar emotionele klachten, dat is wel iets wat niet heel vaak gebruikt wordt, alleen door ervaringsdeskundigen die ermee bezig zijn. Ja, dat denk ik wel. Wel eigenlijk is het gewoon super interessant, en dat weet deze luisteraar natuurlijk ook, dat het super interessant is van, hey, emotionele klachten, wat zijn dat, waar komt dat vandaan? En om daar wat meer diepgang in te krijgen. Ja, ja want laten we daarmee beginnen. Wat zijn emotionele klachten? Ja, emotionele klachten, dat, het woord zegt het al een beetje. Dus bij emotionele klachten staat eigenlijk de emotie voorop. Dus waar je bijvoorbeeld, hè, als we dan toch even die, die brug slaan met waar je het mee kan vergelijken. Kijk, officieel bij uh, lichamelijke klachten, dan denk je natuurlijk aan hoofdpijn, aan buikpijn en allerlei andere pijntjes of kwaaltjes. Um, bij mentale klachten, dan denken mensen vaak gewoon eigenlijk meer aan de mentale problematiek die ergens bij kan komen. Mentaal, um, dat is ja, eigenlijk een, vaak in de volksmond toch wel een, een combinatie van emotioneel en... Uh, en, en, en psychologisch of psychiatrisch. Dus dan denk je eigenlijk vaak aan angst, depressie, piekeren. dat soort zaken. Met de cognitieve klachten. Dat is dus eigenlijk de verwerking van het brein. En bij cognitieve klachten kan je denken aan aandacht. aandacht en concentratieproblemen. of geheugenklachten, bijvoorbeeld. En dan heb je emotionele klachten. Ja, en daar komt hij. Het is een lange aanloop. Maar ja, we, ja. Zijn, we komen bij, ik zeg maar, het aansnijden van het stukje taart van emotionele klachten. Kijk, bij emotionele klachten dan gaat het eigenlijk veel meer om de beleving... of het al dan niet uiten van bepaalde emotionele druk. Dus um, emotie, dat komt van het Latijns, het woord emoveren. En dat betekent dat de emotie eruit moet. En dat is dus eigenlijk ook hoe ons systeem... hoe ons, wij als mensen zijn uh, ja, gebouwd. Yeah. Dus hetzelfde is natuurlijk bij kinderen, bij baby'tjes. Kijk, als het helpt of als het verdrietig is of als het een rotdag... Nou, kinderen hebben, baby's hebben geen rotdag, denk ik, maar... Uh, als je in je luier gepoept hebt en mama heeft het niet door, ja, dan heb je misschien wel een rotdag. Eh, dan, dan ga je krijgen, of dan word je boos of als je geen aandacht krijgt of als je moeder opeens uh, even gaat plassen. En dat je denkt van, hé, hey, ik, heb, ik heb nog niet die update gekregen dat ik weet dat je terugkomt. Eh, dan, dan heb je bepaalde emoties en ons systeem is er eigenlijk voor gebouwd dat als je een emotie hebt of ervaart, dat die eruit moet. Ja. Yeah. Maar op het moment dat er dus eigenlijk een blokkade is rondom die emoties, dat of dat emotionele klachten, dat je daar niet toegang tot krijgt of dat ze er niet uitgaan, dan kan het zijn dat je een bepaalde emotionele druk of emotionele ballast opbouwt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je bepaalde dingen mee hebt gemaakt in je leven, wat je onvoldoende verwerkt hebt. Dat, kan een, uh, dat valt onder emotionele klachten als oorzaak dan wat meer. En je hebt natuurlijk ook dat als je gewoon hele langdurige emotionele klachten hebt, zonder dat je precies weet van hé hey, zonder dat het logisch voor jezelf voelt dat je dat hebt. Dus ja. het woord klacht. in combinatie met emotie, maar het woord klacht geeft dus eigenlijk aan van hé, hey, ik heb een emotie. En daar heb ik of heeft mijn omgeving last van. Ja, en dat is best wel interessant. Want je zegt, ik heb een emotie, maar bijvoorbeeld ik heb geen emoties of ik voel geen emoties. Dat is ook een klacht eigenlijk. Dus ja. mensen die emotioneel op slot zijn. Dus het heeft eigenlijk te maken met, met het systeem wat we hebben, dus die emoties, die of te veel op de voorgrond zitten, waardoor ons leven wordt beperkt. of gewoon niet op de voorgrond zitten, waardoor misschien je relaties worden beperkt. of andere gevolgen of consequenties aangebonden zijn. Ja, Daar komt zeker. het eigenlijk op neer. Zeker, en dat is dus wel heel interessant. Want op het moment dat je dus helemaal geen emoties hebt. Kijk, um, op, op het moment dat je dat als emotionele klacht ziet, dan heb je er wel ergens last van. En als je helemaal geen emoties hebt, dan kan het misschien wel zijn dat. Dat dus ook betekent dat je het ontbreken van vreugde of voldoening of plezier dat je dat heel erg als een gemis ervaart. Maar je denkt van, hè, maar iedereen in mijn omgeving die is vrolijk of die kan blij worden van hele rare kleine simpele dingen of van grote dingen. Maar ik mis eigenlijk dat gevoel van blijdschap. Ja, want, want emoties zijn eigenlijk een soort van. Ja, vroeger had je een tom-tom. Dat ken je vast wel. Het is eigenlijk een soort van navigator door het leven heen. Ja. En, 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 en uh, vorige keer hadden we het er ook over. Een beetje die lane control. Dus in de auto de optie als je op je baan rijdt en je gaat naar links. Dan gaat dat lampje branden van hé, hey, ben je niet in slaap gevallen? Of gaat je stuur terugdraaien van hé, hey, luister. Je moet, uh, je moet niet de, de prak inrijden. Je moet wel op je baan blijven. En zo zie ik emoties eigenlijk ook. Dus als je een emotie voelt, dan is dat jouw lichaam die jou wat probeert te vertellen. En het ja. klinkt heel zweverig. Maar eindstand is het gewoon letterlijk een functie van, hé, hey, als jij boos wordt, dit vind jij niet fijn. Of als je verdrietig wordt, dit mis jij blijkbaar. Of um, ja, wat heb je nog meer? Angst. Ben je bang? Kijk uit. Straks, uh, straks uh, loop je fysieke schade op. Of, of wat voor schade dan ook. Dus blijdschap. ik ga eens even af. Je hebt ja, hele mooie voorbeelden. Blijdschap inderdaad is ook is ook iets van, hé, hey, dit vind ik fijn. Dit wil ik, hier wil ik blijven, dus het is ook een soort van motivator om op je baan te blijven. Maar emoties, we zien het vaak een beetje van oh, ik ben boos, ik ben blij, ik ben als iets van oh ja, het is er. Maar we staan er nooit bij stil hoe belangrijk emoties zijn. Enige probleem bij emoties is dat als het in overvloed, overheersend is, dan is er ergens een mismatch. Dan is je fast lane functie niet goed ge geconfigureerd of jij rijdt continu van baan tot baan tot baan naar links toe richting de prak. Dus het kan ja. ook gewoon zijn dat je emoties gelijk hebben en dat jij gewoon de verkeerde richting op rijdt. Dus daarom denk ik dat, we sowieso heel, dat het heel belangrijk is dat we emoties ook niet gaan, down, zeg maar, dat, dat we wel gaan blijven waarderen wat emoties doen. Want eindstand helpen ze je heel vaak. Ze geven je hints naar de goede richting op. Ja, en dat, en dat is wat je zegt, dat is zo belangrijk. En dat is natuurlijk ook evolutionair gezien waarom we bepaalde emoties hebben gekregen. Want ook wat je inderdaad vertelt, kijk, boosheid, hè? boosheid is echt zo'n typische emotie, um, wat over het algemeen niet echt wordt gewaardeerd. Ja. En waar dat vaak op neerkomt is, hè, boosheid is een emotie. Dus hè, als je bij ons, uh, met ons in contact komt, dan denk ik altijd van, hé, hey, emotie, dus gezond. Ja. <laughs> maar in de volksmond wordt boosheid toch wel vaak geassocieerd met bijvoorbeeld agressie. Terwijl agressie is gedrag. Dat is, hey, wat doe je met die boosheid? En op het moment dat je agressief bent naar iemand anders dan... Ja, dan ben je eigenlijk op zo'n manier uit je die boosheid... dat het heel erg vervelend is voor de ander. Eh, of intimiderend is voor de ander. Terwijl als je puur naar de emotie boosheid krijgt... boosheid, en ik weet niet of je dat zelf ook herkent... boosheid is een emotie. En bij boosheid dan, eh, dat is een emotie die... Ja, als je een element, zou ik maar zeggen, van de natuur... om in het zweverige te blijven. Maar dat is een emotie wat je een beetje associeert met vuur. Het is iets wat je aanwakkert. Het is iets wat je... Stimuleert en wat zorgt eigenlijk dat je een enorme, nou, ik verwacht dan eigenlijk een enorme dopamine release krijgt, die gewoon denkt: ze van hé, hey, dit is de richting, hè? Die, die, die flat of die persoon of die situatie. En alles in mij zegt: ik moet daar naartoe. Ja. En wat die boosheid is, is dus eigenlijk heel veel, um, ja, een beetje passie of een beetje vuur of gewoon echt uh, echt een soort van een kracht eigenlijk, een interne kracht. Maar die boosheid, die dient ervoor. Moet je maar eens bedenken, wat, hoe zou je leven eruit zien als je nooit boos zou zijn? Wat denk je wat er zou gebeuren? Als ik nooit boos zou zijn, euh, dan zou ik mezelf helemaal voorbij. Of dan zou ik mezelf helemaal gebruikt laten worden. Zouden mensen over me heen lopen, denk ik. Exact. Dus dat is precies waarom wij mensen. Uh, waarom boosheid. En als je, mits zit, een beetje doseert en in de goede uh, situaties toepast. Maar uh, boosheid, dat geeft eigenlijk aan, ten eerste, van hé, hey, er gebeurt iets waar je niet tevreden mee bent. Hè? Dus er gebeurt iets, misschien dat je een bepaald onrecht gevoel hebt. Maar er gebeurt iets waar je het niet mee eens bent of niet blij mee bent. Uh, maar tegelijkertijd ook boosheid. Zorg dat je een hele duidelijke grens kan stellen. Want als jij twee collega's hebt. en je denkt bij beide collega's zoiets van: hé, hey, um, ik ga mijn werk niet doen. want ik heb er totaal geen zin in. En als je dan je werk op hun uh, zadelt. Ja. of je dat helemaal zo kan zeggen. maar hè, je, je zadelt hen op met jouw werk. Ja. Uh, als collega A. Bij boos wordt en collega B die doet het, ja, bij wie ga je dat nog een keer doen? Ik ben bij B de dag erna. Ja. ja. <laughs> ja. Precies, dus op het moment dat jij boos bent, dat is eigenlijk gelijk een tegenreactie van, hé, hey, wat jij doet, dat vind ik niet fijn of dat vind ik niet oké. Okay. En dat is gelijk een heel duidelijk signaal, want hè, ook al geef je boosheid, boosheid ontvangen vinden de meesten ook niet zo fijn. Ja. Ja, het is super interessant ook wat je zegt, hè? Dat, dat besef ik me nu pas, dat boosheid is de emotie en het gedrag is agressie. Ook ja. als je kijkt bij dieren, een boze muis, nou ja, dat vinden we allemaal niet zo erg. Die zegt er... voor zijn leven als die kat eraan komt, hè? Ja, nee, maar goed, stel we, we lopen tegen een huisje aan van een muis en die wordt boos, dan denk je van, nou ja, prima. Maar stel je loopt in, in, in een rol in van een beer, ja, die wordt boos. En, en ze zijn allebei boos, maar hoe de beer ermee omgaat, agressief gedrag, is heel anders dan hoe de muis ermee omgaat. Ik ja. stoot liever het huisje van de muis om dan dat ik in, in de beren, berenhol of wat dan ook loop. Dus, nou, leuke challenge. Ja, nee, ja, maar het is toch wel interessant wat je zegt. Dus inderdaad, het gedrag wat je ermee doet, daar heb je ook vaak ook wel wat meer invloed op, maar de emotie blijft. Dus je kan, je kan, je kan een supergoed mens zijn, je kan een uh, weet ik veel wie zijn, een, een topfiguur, maar iedereen heeft boosheid. Zelfs de liefste persoon op aarde heeft boosheid. En dat zien we dus ook vaak in het kerntraject bij ons. Mensen komen met bepaalde klachtenpatronen waarin we vanuit de kern dus gaan behandelen en gaan kijken van hé, hey, wat heb jij nodig om, of wat is de reden dat je brein die klachten genereert vandaag, maar wat heb je ook nodig om eruit te komen? En we zien heel vaak dat heel veel emoties geblokkeerd worden, omdat men bang is om die emotie te uiten, omdat de omgeving hen daartoe geleid heeft. En de omgeving heeft blijkbaar als feedback vroeger gegeven van hé, hey, je mag niet boos zijn of je mag dit niet. Mag niet verdrietig zijn of je moet altijd blij zijn of je mag niet blij zijn, want papa die heeft het zo zwaar, wat dan ook. Maar we zien heel vaak dat er heel veel emoties zitten die een soort van alsof er een slotje op zit, die op slot zitten. Dus een soort van emotionele blokkades noemen we dat dan. En daar zit zoveel energie achter, achter de emotie. Dus die emoveren, dat is echt een soort van energie die in jou zit. En als je dat niet uit, dan gaat het zich uiten in andere vormen. Absoluut. En dat klinkt echt een beetje als, als, als dat flesje van Aladdin. Als je daar gewoon de hele tijd emoties in opborrelt, op een duur komt er gewoon wat uit. En dat zijn dus de klachten vaak waar mensen tegenaan lopen. Of ze worden super perfectionistisch, laag zelfbeeld, of ze hebben migraine, hoofdpijn in bepaalde situaties. Maar dat komt gewoon omdat zij niet hebben geleerd om die fluitketel aan emoties goed zelfstandig te ontluchten. En als jouw hoofd geen nee zegt, dan zegt je lichaam het wel. En als je hoofd ook het niet zelf verwerkt, de emoties, dan doet je lichaam het voor je. Dus we zien dat heel veel klachten een koppeling hebben met emotionele blokkades. En daar moet je doorheen knallen, als het ware. En ja. dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je kan wel zeggen, nou weet je jongens, ik ga mijn emoties doorlaten. Maar je moet wel begrijpen waar dat vandaan komt. En dan gaan we dus in die spaghetti aan neurale paden gaan we graven. En je moet ook begrijpen waarom jouw lichaam jou eigenlijk probeert veilig te houden op een onveilige manier. Waarom jouw lichaam probeert die emoties die je vroeger had als kind waarom op een duur een stop op zat kwam en dat je lichaam zei van ik ga dit niet meer uiten, bepaalde emoties. Er zit altijd een reden achter en als je daarachter komt, dat rustig verwerkt en vervolgens die emotionele blokkades loslaat, zul je je ook heel anders gaan voelen. Je zul je wat rustiger voelen. We zien heel vaak dat mensen die bij ons trekken, volgens mij hebben heel veel onrust. En dat onrust, dat, 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 dat smelt als sneeuw voor de zon als je op een nu al die emoties eindelijk durft los te laten. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we doen in het kern traject. En als je thuis zit en denkt van hé, hey, ik heb allerlei klachten. Ik heb een taai, misschien een, 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 ja, een mindere verleden gehad. Of in mijn kern zijn er misschien een paar dingen waar aan gewerkt kunnen worden. Dan is het, kan het kentraject heel interessant voor je zijn. En wil je daar meer informatie over vinden, kan je dat vinden op christenaarje.nl slash En denk je dat je thuis zit en de eerste stap al wilt zetten om te kijken van hé, hey, waarom heb ik vandaag de dag de klachten of de emotionele klachten die je vandaag de dag heb? En wat heeft dat te maken met mijn kern? Dan kan je ook de gratis weggever, de kernbundel, downloaden. En die kun je ook vinden op christenhuisnl slash kernbundel. Ik zal de linkjes nog eventjes hieronder plaatsen. Maar we hebben het dus over klachten gehad, emotionele klachten. Maar welke emoties zijn er eigenlijk? Zijn er bepaalde groepen of bepaalde categorieën? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, Pauseer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Zeker. Uh, de meest klassieke zijn de vier B's. Zo onthoud ik ze ook altijd. Dan kom ik daar altijd als eerste mee, de primaire emoties. Dus dat is uh, boos, blij, bang en bedroefd. Dat zijn de, de ja... Maar je, Um, en je hebt daarnaast ook heel veel secundaire emoties, waarin er gewoon een mix is. En dan moet je eigenlijk denken aan schuldgevoel, schaamte, uh, jaloezie. Ja, en eigenlijk heb je zoveel emoties. Hè. Je kan het in vier categorieën doen, je kan het in uh, zeven of acht categorieën doen. En je hebt zelfs als je een heel, hele poster maakt met alle subcategorieën binnen die hoofdcategorieën, dan heb je echt een stuk of honderd verschillende emoties. En dan Sander. moet je bijvoorbeeld denken aan afgunst. Je denkt van, mm. Teleurstelling. Ja, teleurstelling. Ja. Ook irritatie bijvoorbeeld, of frustratie, dat valt dan weer onder de categorie boosheid. Ja, afgunst, dat is dan natuurlijk ook iets. Um, ik denk dat ik hem ook in boosheid zou zetten. En dat is dan weer heel erg ten opzichte van wat een ander bereikt hè? en dat je dat diegene niet gunt. Maar zo heb je eigenlijk hele belangrijke categorieën met emoties. Maar wat je dus eigenlijk vaak ziet, um, op het moment dat mensen in ieder geval zelf komen met: hé, hey, ik heb last van emotionele klachten. Is dat het eigenlijk veel meer gaat in dat de emoties, dat het veel meer in de, het reguleren van de emoties zit. Dus um, op het moment dat jij um, hè, op het moment dat stel je voor iemand in je omgeving die overlijdt en je wordt heel erg verdrietig, dan denkt iedereen zoiets van, hè, wat logisch. Iedereen die zou daar verdrietig, verdrietig van zijn. En of dat nou een aantal dagen duurt, of een aantal weken of een aantal maanden hè, dat verdriet, dat is heel logisch. Want dat komt natuurlijk door het overlijden van de persoon in je omgeving. Um, maar op het moment dat je zelf heel erg ervaart van hey, ik heb echt last van emotionele klachten. Dan is dat vaak omdat mensen een bepaalde emotie aangewakkerd wordt. Um, maar dat dat eigenlijk de reactie eigenlijk veel sterker is dan dat je zou verwachten. Objectief gezien. Op een ja, relatief milde trigger. Dus stel je ja. voor, hè, stel je voor um, ik zeg nu iets verkeerds tegen jou. Ik uh, maak een grapje en die valt slecht. Hè? En dan. Um, ja, de ene persoon die zou misschien denken: van, Oh, dat is Aisha die probeert af en toe grappig te zijn. Vaak lukt het, maar soms ook niet. <laughs> die denkt zoiets van: Nou ja, dat is haar humor. Hè? Je kan het niet 100% leuk vinden, maar dank je voor de moeite. Hè? En een uh, ander die denkt misschien zoiets van: huh, Probeer je me nu naar beneden te halen? Of uh, probeer je me nu vervelend neer te zetten? En voor dat je dat tweede bijvoorbeeld hebt. Dan, en het heel erg op jezelf betrekt dan kan dat zijn dat het ergens vandaan komt. Hè? Dat de manier waarop ik een grapje over jou maak, even, ik maak een grapje over je shirt of over een opmerking die je maakte, en dat je denkt van, hè, maar wat bedoel je nou met dat grapje? Bedoel je nou eigenlijk dat ik minder ben? Of bedoel je nou te zeggen dat ik dom ben? Of dat ik uh, geen mooi bloesje heb? Of dat ik er niet leuk uitzie? Of ik noem maar wat. Um, dat dat dan terug kan gaan naar iets van vroeger. dat dus je denkt van, hé, hey, met die opmerking van jou geef je me, ge geef je me een heel naar gevoel. En dan krijg je eigenlijk een hele sterke emotionele respons op iets wat best wel onschuldig is. Ja, dus een oude, oude pijn eigenlijk, een oude link, die heractiveer je. Ja. dat heeft toen de tijd zoveel pijn gedaan, dat die lading, die neem je dan ook mee naar nu. Ja. Een soort van, van speed dial, als het ware. Ja, precies, dat er echt een speed dial tussen zit. En dat is dus vaak op het moment dat je merkt van, hé, hey, ik heb last van emotionele klachten, dan is dat... Vaak omdat je dan op dat moment eigenlijk bij jezelf niet goed begrijpt: hé, hey, waarom voel ik deze emoties zo sterk? Of waarom reageer ik zo sterk? Terwijl jouw ratio, jouw, jouw, jouw prefrontale cortex, hè, jouw rationele brein, die denkt zoiets van: he, maar stel dat toch eigenlijk niet zoveel voor. Wat doe ik nou moeilijk? Ja, ja en dat is ook wel heel interessant over de, de, hoe, hoe wij ook kijken naar emoties. Want ik hoor wel vaker dat, dat, dat mensen zeggen: van ja. Ik heb dat dan, maar dan als ik kijk naar anderen, dan denk ik bij mezelf: ja, ik moet me niet zo aanstellen. Yeah. Terwijl je eindstand denkt van: hè, huh, jezelf aanstellen, het heeft toch wel degelijk een bepaalde link. Het feit dat jij die emotie hebt, is niet je aanstellen of iets dergelijks. Het is gewoon dat je een oud litteken, als het ware, opensnijdt en er komt pus uit, om het even zo te noemen. Dus het, het, het doet gewoon pijn. Of ja, misschien een ontstoken wond, als je daarop drukt, dan doet dat ook meer pijn dan als het niet ontstoken is. Ja. Yeah. Dus... Dat is het hele fascinerende van emoties. Het zijn eigenlijk inderdaad gewoon oude wonden, die ontstoken zijn, waar je, die je nooit gelucht hebt, en die zo nu en dan, als je daarop drukt, ineens heel veel alarmsignaal afgeven en heel veel klachten geven. En heel vaak weten, weten mensen ook niet waar dat vandaan komt. En ja, als je het niet weet waar het vandaan komt, waar ga je het zoeken? Dan kan je wel van ja. alles proberen. Kan je wel ademhalingsoefeningen doen. En natuurlijk, dat soort of of andere meditatie, wat dan ook. Dat kan je allemaal wel doen, maar heel vaak is het gewoon belangrijk om te weten waar het vandaan komt. Want want je ziet ook vaker, en dat is ook de kracht van placebo, want je ziet ook deze dagen, ook dat is, dit is misschien ook een zijweg, je ziet dat er ontzettend veel dingen op de markt komen, supplementen, uh, biotensors en weet ik het wat allemaal. Maar eindstand is daar ook een beetje de kracht van het placebo-effect. Dat we daardoor als, als ons brein een hoopvolle oplossing krijgt, dat relaxeert ook het zenuwstelsel. Ja. Wat gebeurt er als de angst en het zenuwstelsel tot rust komen? Dan worden de klachten ook minder. En dan denken we van, oh ja, ja dat komt door de. Door de ja, wat, wat heb je nog meer? Met die, je hebt ook bijvoorbeeld met die naaltjes, horen we ook wel eens terug. Of uh, acupunctuur en, en allemaal andere ja. Chinese dingen. Maar eindstand is dat vaak gewoon een tijdelijke verlichting. Omdat jouw zenuwstelsel eindelijk tot rust komt. Omdat jouw amygdala eindelijk niet afvuurt. Want die heeft hoop. Die denkt van, oh, misschien dat dat naaltje toch uh, wonderen verricht bij mij. Terwijl ik twintig jaar lang tegen, andere, tegen misschien de verkeerde richting oploop. Dat ene naaltje dat zorgt ervoor dat alles weer gedelete is. Nou ja, er zit toch vaak wel wat, wat, wat meer in. En de placebo-effect is zo krachtig daarin. En ja, dat maakt het zo fascinerend ook. Al die emotionele blokkades, et cetera. Ja, als je het eenmaal begint te begrijpen en de klachten daarnaast zet... dan is het eigenlijk ook niet zo moeilijk als wat je zou verwachten. Nee, en dat is wel heel grappig wat, je, wat ik dus vaak merk... op het moment dat je intensiever met cliënten... achter zijn een één-op-één behandeling bezig bent... dat je dan eigenlijk gaat kijken van... hé, hey, soms heb je wat... Dat er zijn best wel veel mensen op de markt ook die dan uh, met emotionele technieken dingen doen. En dan uh, soms ben ik gewoon geïnteresseerd en denk ik aan, oh, ik ga eens hier en daar even een website of ik klik eens op een advertentie. En dan uh, zie ik soms ook weer staan ze van, hé, hey, binnen twee tot drie sessies van je klachten af. En dan vraag ik me altijd af van, uh, zou, of dat dan inderdaad placebo is of dat dat dan echt werkt. Want wat mijn verwachting eigenlijk is, is dat als je niet echt goed weet waar je emotionele klachten vandaan komen. En hoe dat bij jou specifiek is opgebouwd als je naar je verleden gaat en als je eigenlijk heel diep gaat graven naar al je patronen, dat je dan eigenlijk met een soort van een hagel aan het schieten bent en dan hopen dat je iets raakt. En dat kan dan op de korte termijn denk ik echt wel verlichting geven. Maar het is de vraag van, hé, hey, eh, krijg je dan ook voldoende vaardigheden? Om dat ook bij toekomstige blokkades. Om dat ook daartoe te passen. En dan ook te denken van hé, hey, daar kom ik wel doorheen. En ik weet nu wat ik moet doen. Want hey, ik snap mezelf. Ik weet gewoon dat als ik, eh, ik heb. Eh, bijvoorbeeld uh, dat ik naar mezelf kijk en dan ik denk van hé, hey, ik weet dat ik gewoon vijf grote littekens in mijn leven heb. En alles wat me doet denken, of alles wat een van die vijf grote littekens triggert, dan weet ik gewoon van oh ja, bij deze trigger kan ik bijvoorbeeld hyperventileren, bij deze trigger kan ik somber worden, bij deze trigger is mijn neiging om hard te gaan werken, bij deze trigger word ik prikkelbaar en bij deze trigger dan krijg ik hoofdpijn. Als, als je op een gegeven moment bij jezelf gaat achterhalen van oh ja, dat komt daar vandaan en dat komt daar vandaan en dat komt daar vandaan. En bij deze triggers dan helpen ja emotiegerichte technieken en bij deze triggers helpen meer hè, dat ik op een andere manier met de klacht omga, dan krijg je denk ik veel ja dat is denk ik het mooie aan als je dus samen hè, bijvoorbeeld bij zo'n kerntraject echt intensief met elkaar aan de slag gaat, dat je dan dus eigenlijk een soort van levensverhaal creëert, waarbij je dan echt gewoon visueel gaat maken en ook duidelijk gaat maken in verloop van de weken en maanden van Hé, hey, wat heb ik nou allemaal meegemaakt? Wat is er nou allemaal opgeslagen in mijn onderbewustzijn? En waarom reageer ik sterk op bepaalde triggers? En van hé, hey, dit is ook een trigger, dit is ook een trigger. Oh, interessant. Snap ik waarom ik klachten heb? Snap ik waarom ik boos word? Of snap ik waarom ik bang word? Snap ik waarom ik somber word? Snap ik waarom ik verdrietig word? En snap ik dat die relatief kleine dingen voor mij dan hele grote gevolgen gevoelsmatig hebben? Ja. En op het moment dat je dat weet, dat je dus ook op verschillende niveaus gaat leren van... Ah, oh, dat is die amygdala. Ah, oh, dat is ja. die, dat is dat. Ja, en als je weet wat er speelt, dan ben je ook geen slachtoffer meer. Je weet van, hé, hey, ik ben angstig nu. Ik weet waar het vandaan komt. Ik heb dit, dit, dit en dit. Ik weet dat ik daarop zo reageer. Van, maar dat hoeft eigenlijk niet. En alleen al dat besef in je, in je, dat je weet van, ik snap wat er gebeurt in mijn hoofd, in mijn zenuwstelsel... Ik snap wat mijn reacties. Ik weet waar het vandaan komt, Chris. Ik begrijp jou. Het is oké. Okay. Ja. Ik durf te wedden dat daar... alleen daardoor, door zo'n. Het, het klinkt bijna een beetje gek, maar zo'n mindset. Zo'n rustige mindset waarin jij de controle hebt en niet meer het slachtoffer bent. En de hele tijd boos bent op alles en iedereen, omdat jij tegen die klachten aanloopt en daar niet veel aan kan doen. Dat zorgt al ontzettend voor, voor ontzettend veel kracht en vermindering van klachten. Maar goed, je moet het wel eens begrijpen en je moet eerst jezelf ook goed. ...daartoe die route kunnen nemen naar je kern toe... ...en vanuit daar kunnen kijken van... ...hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij? En een quick fix die bestaat gewoon niet. Ik denk dat ik daar gewoon bijna mijn hand in het vuur voor zou willen steken. Er is geen quick fix dat je eventjes snel hop, 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 klaar. Want heel veel klachten zijn, een, zijn eigenlijk een topje van de ijsberg. Dus je, hebt, je, je moet het een beetje zo zien... Uh, je bouwt eigenlijk al dat emotionele belast op, je bouwt die traumas, je bouwt al die spanning op en op een dag steekt zeg maar het topje van de ijsberg uit. Dan kan je wel dat topje wegs wegsnijden, maar later komt de rest weer naar boven. Dus daarom moet je dat structureel vanuit je kern aanpakken en dat is onder andere ook iets wat wij doen in het kentiehek. Dus mocht je dat interessant vinden, het linkje staat in de beschrijving en dan kun je zelf kijken of dat iets voor jou is of niet. Ja, Terug naar de vraag, of wilde jij nog iets tussendoor. Uh... Nou, ik ging wel aan op wat je zei, namelijk over die quick fix. En ik denk dat daarin ook een. En um, ja, dat het ook wel logisch is, maar ik denk ook dat het een. Um, dat ik ook wel begrijp waarom het lastig is. Of waarom je eigenlijk op zoek bent naar zo'n quick fix. En ik denk één grote misvatting bij therapie is dat je bijvoorbeeld. Hè, je, bijvoorbeeld je, je, hebt, je hebt ergens last van, je loopt ergens tegenaan. En je gaat met iemand praten. En wat je vaak wel ziet, is dat zo'n gesprek in de meeste gevallen dan. Wat oplucht of als het niet oplucht, had je misschien ook nodig, even die confrontatie om ergens doorheen te gaan. Um, maar wat je dus eigenlijk ziet met, zo, met therapie of met een kerntraject of he, wat je ook thuis doet, is dat eigenlijk ben je dingen aan het leren begrijpen en puzzelstukjes aan het leggen. Maar die puzzel die is niet in één dag compleet. En eigenlijk is het ook een beetje een: een, een um, ja, ik moet denken aan de Engelse term delay of gratification. Dus in die zin, het is niet zo bij een therapie of bij een proces dat je uh, je hoopt ergens op, je krijgt het direct en je krijgt een mega dopamine release en dan is het gewoon helemaal weg voor altijd en altijd. Ja. Uh, wat je veel vaker ziet eigenlijk is dat het proces van therapie is niet lineair. Dus je zou het eigenlijk veel beter kunnen zien als een, um, een, een, een trap die ik zou maar zeggen oploopt. En dan, uh, laat we zeggen het begin van de trap, dat is uh, nou, dat je het volledig slachtoffer bent van je klachten. En bovenaan de trap dan heb je volledig controle over je klachten. Maar je gaat dan deed het eigenlijk een soort van van die sprongetjes maken. En soms maak je sprongetjes, maar jou, jij weet eigenlijk nog niet vanuit je bewustzijn van hey, wat voor een effect gaat dat hebben op mijn dagelijkse leven. Dus ja. veel vaker zie je dat je bepaalde paradigma-switch krijgt of bepaalde haakjes, of dat je veel meer van jezelf gaat begrijpen op verschillende niveaus. En dat dat zich allemaal gaat doorwerken eh, in je onderbewustzijn. Hè? Dat je onderbewustzijn eigenlijk steeds meer gekalmeerd wordt. En dan merk je eigenlijk dat als je weer met dezelfde, dezelfde situatie opnieuw geconfronteerd wordt, dat je daar anders mee omgaat. Ja. En herstel is dus niet alleen zo van: hé, hey, ik ben nu super happy. Want die dopamine, ja, um, je weet het zelf misschien ook. Ja, een dopamine release: dat krijg je bijvoorbeeld als je iets heel lekkers eet, bijvoorbeeld als je chocola eet. Maar ja, als jij drie maanden lang chocola eet, dan, dan, dan gaat dat genot er ook een beetje vanaf. Dat de bijna zegt, dan zit de koek op, maar de chocola is in deze op. Dan is de chocola op. Maar wat je veel meer gaat zien eigenlijk, is dat uh, telkens als je dan met een bepaalde situatie geconfronteerd wordt, dat je daar anders mee omgaat. Of dat je daarmee een keuze krijgt. En um, in die zin, herstel is ook niet altijd lineair. Maar herstel, dat kan dus eigenlijk op drie verschillende vlakken gebeuren, en vaak alle drie. Maar herstel kan of betekenen. Dat je um, voorkomt dat je ergens door getriggerd wordt met heel veel sterke emotionele klachten. Of dat een emotionele tri dat de triggers uh, veel minder worden. Dus dat er minder situaties zijn waardoor je getriggerd wordt. En het kan ook betekenen dat op het moment dat je getriggerd wordt, dat je minder diep gaat. En het kan ook betekenen dat ook al ga je een keertje diep door een trigger, dat je veel sneller er weer uitkomt. Ja, ja dus, dus we moeten een beetje af van die aan-uit mentaliteit van hé, hey, als ik behandeld ben, dan moet ik in die periode gewoon mijn top voelen. Zo werkt het vaak niet. En het is hetzelfde, je ziet een beetje als Rome is ook niet in twee dagen gebouwd. Dat is ook een proces van dat je het opbouwt in de loop van de maanden of jaren. En het herstel is vaak ook een beetje de andere kant op. Dus dat kan ook weken tot maanden en soms ook misschien jaren duren. Ten, ja, het ligt er ook een beetje aan wat je doet, maar wij streven er wel altijd naar, bijvoorbeeld in ons kentek, dat je echt in die om er bij drie tot zes maanden wel echt gewoon ontzettend grote stappen heb gemaakt. En daar is het traject ook op ingericht. Dus het is een, wel een redelijk intensief traject. Maar het is wel, zeg maar, een compleet traject waarin, waarin je in die korte tijd eigenlijk ontzettend veel haalt. En daarom is het zo'n waardevol traject en zijn de resultaten ook ontzettend goed. Maar terugkomend op de vraag: ik heb last van emotionele klachten. Waardoor zou dit kunnen komen? Hebben we daar een antwoord op gegeven? Um, ja, dus wat ik eigenlijk verwacht op het moment dat je emotionele klachten hebt dat je eigenlijk geraakt wordt door iets wat je ooit heel erg gekwetst heeft... en dat je daar sterk op reageert met forse emotionele klachten. En wat je dan eigenlijk nodig hebt, is dat je begrijpt bij jezelf... of leert begrijpen bij jezelf... van, hey, begrijp ik waarom ik zulke sterke emotionele klachten heb? Begrijp ik mijn klachten? En op het moment dat je in plaats van eigenlijk... Ja, je moet het eigenlijk een beetje zien als... stel je voor, ik ga nu op zee à la Titanic... En um, in die zee, op het moment dat jij in die zee zwemt, hè, en, en de zee zijn dan je klachten, dan uh, voel je je heel erg gevangen. Want dan zit je gewoon puur in je gevoel, dan zit je in die negativiteit, dan zit je misschien in die boosheid, in dat gevoel van onrecht, in die angst. En als jij in dat perspectief zit, dan is het heel zwaar. En dan zie je ook waarschijnlijk geen oplossing of geen andere manier. En dat is ook natuurlijk de reden dat mensen vaak in therapie gaan omdat ze er zelf niet uitkomen. Je, je denkt van ja, ik kan naar voren of naar achter zwemmen, maar ja, de zee is overal. Dus, hè. Um, terwijl op het moment dat jij een reddingsboei naar je toe gegooid krijgt, je denkt ze van uh, nou, ik ga daarop staan of een beetje dobberen of desnoods dat je een eilandje tegenkomt ergens op zee, dan leer je eigenlijk om op een andere manier naar je klachten te kijken. En dan kan je denken van, oh, bo, die zee, ja, die is best wel woest. Er gebeurt wel een heleboel. Maar ik snap het eigenlijk wel, want hè, ik zit midden in de stille oceaan en um, ja. Daar is nou eenmaal veel wind en uh, het is best wel diep hier. En je zet hier ook veel wilde vissen. Of dat je dan eigenlijk. Ja. Nou, zoals je weet, ik heb nog nooit gedobberd in de Stille Oceaan. Um, ja. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je dan eigenlijk um, leert begrijpen: zo van hé, hey, ik heb die forse emotionele klachten. En ondanks dat ik, ik die klachten gewoon een beetje de, de ambiance daarvan begrijp en voel, dat je daar een stukje afstand toe kan nemen. Want je kan het eigenlijk verklaren. Je kan het begrijpen van, ach ja. Het is misschien voor een ander heel raar, maar in mijn geval, ik snap waarom ik dat heb. Want ik heb eh, X, Y, Z meegemaakt en ik reageer er heel fors op, want dat is voor mij makkelijker om zo te reageren. Maar eh, misschien ga ik de volgende keer toch een beetje experimenteren om zo te reageren. Of ik moet liever voor mezelf zijn, of ik moet kijken aan welke knoppen ik kan draaien om of te voorkomen dat het ontstaat, hè? dat je het echt gaat helen vanuit je kern. Of dat je gaat kijken van, hé, als het eenmaal daar plaatsvindt, dan weet ik op andere manieren dat ik het gewoon lekker in kan dempen. Dat het niet meer zo heftig wordt. En dat ik misschien mezelf of de omgeving minder verstoot. Ja, ja dus, dus inderdaad, als kijk, waardoor zou dit kunnen komen? Dat is gewoon vaak omdat je bepaalde neurale paden hebt uit je verleden. En die emoties van toen de tijd worden opgehaald. En daardoor krijg je die emotionele klachten. En die emotionele klachten vertel je eigenlijk van, hé, ga eens even terug naar het verleden. Kijk wat er is gebeurd, verwerk dat. En, dat, en dit is nu een gevolg daarvan, inderdaad. Daar ja. komt het een beetje op neer. Het is, het is een best wel ook een vrij grote vraag. Hè? Het is ook een beetje van: hoe blijf ik gezond? Ja, er zijn heel veel dingen natuurlijk. Ja. Uh, heel veel antwoorden bij mogen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is: als je emotionele klachten hebt, luister daarna en kijk waar het vandaan komt. En ga vanaf die hoek behandelen. En in die zin, ja, ik wilde heel graag nog. Uh, ik, um, uh, een uitspraak die me daar heel erg aan doet denken is dat. Um, dat triggers zijn eigenlijk een soort van cadeautjes van je onderbewustzijn. Ja. Dus op het moment dat jij heel erg getriggerd wordt door iets... dan is het zo interessant om te gaan kijken van... hé, hey, maar begrijp ik waarom ik getriggerd word? Want op het moment dat, dat, dat jij daar niet in gelooft of jij, dat jij dat niet begrijpt... geloof, van, dan ga je echt geen sterke emotionele klachten geven. Op mm. het moment dat jij nu tegen mij zou zeggen... Aisha, je bent dom, dan denk ze iets van... Hé, je bent zelf dom omdat ik zoiets denk van, ik, ik, ik heb uh, VWO afgerond uh, genoeg gedaan... dat ik genoeg bewijs voor mezelf heb opgebouwd dat ik niet dom ben. En ik heb, ben nooit, ook nooit vroeger als kind behandeld alsof ik dom was. Dus voor mij is dat absoluut geen trigger. Dus je kan tien keer, honderd keer tegen mij zeggen... ja, honderd keer is misschien niet zo handig, maar als jij... Het niet ik ben wel een zegt, beetje moe van, ja. <laughs> ja, misschien ga ik dan alsnog geloven. Maar dat is geen trigger. Terwijl, um, hè, als, je, als, je, als je iets anders naar mij gooit of tegen mij zegt... En dat ik merk zo van hé, hey, ik reageer daarop met een sterke emotie. Dan is dat gewoon omdat daar ooit iets is gebeurd, of op een directe manier of op een indirecte manier. Um, wat misschien nog niet helemaal verwerkt is. Of wat ja, eigenlijk aanwijzingen geeft over van hé, hey, waar zit jouw groei? Ja, een trigger is eigenlijk zeg maar het plekje op je lichaam waar nog een beetje ontsteking zit. En daarop wordt gedrukt en dat geeft je eigenlijk feedback van hé, hey, in die hoek daar zit nog iets. Ja. En dat heb ik nog niet verwerkt. Dat bedoel je eigenlijk. En daar moet eigenlijk het denkbeeldige denkbeeldige scalpel in om de, de pus eruit te halen en dan is het verwerkt. Maar goed. Als een echt dokter gesproken. Precies, precies. Zo <laughs> zie ik het in ieder geval. Nou, oké. Okay. En wat is de tip van de week? Nou, de tip van de week is eigenlijk um, maak een lijstje voor jezelf van triggers. Hm. Dus eigenlijk we hadden het net over dat triggers cadeautjes waren en dat ze eigenlijk inzicht geven en dat vaak bij triggers heb je dat je sterk reageert met emotionele klachten, maar als jij ook thuis last hebt van emotionele klachten, ga eens naar welke klachten heb ik, waar heb ik last van. En ga dan kijken van, hé, hey, zijn er speciale triggers? En dat kunnen dan gedachten zijn, dat kunnen personen zijn, dat kunnen situaties zijn, dat kunnen gebeurtenissen zijn uit het nu of uit het verleden. En schrijf, maak eens een overzicht van, ik zou zeggen, twintig klachten. Probeer tien of twintig te verzamelen van waar jij echt op aangaat, waar jouw emotionele, ja, waar je echt op reageert. Sterker dan je zou verwachten. Ja, nou vind ik een hele leuke, inderdaad. En, en ook de kernscan, die in de gratis kernbundel zit, uh, die je ook op onze website gratis kunt downloaden, die zorgt er ook een beetje voor, die, die, daar kun je eigenlijk mee leren van: hé, hey, de klachten die ik vandaag de dag heb, of de eigenschappen, of de patronen die ik vandaag de dag heb, waar komen die nou vandaan vanuit mijn verleden? dat is een soort gelijk opdracht, dus die zou ik je zeker ook aanraden. En dan kun je alvast de eerste linkjes gaan leggen met wat er eigenlijk gebeurd is in je verleden, dat jij vandaag de dag een bepaald klacht hebt. Dus. Uh, ja, zoek die vooral op. Hij schaats gratis op, op onze website... kristinaisja.nl slash kernbundel. Of gewoon op onze homepage vind je hem ook. En dan uh, kun je alvast aan de slag gaan. En we zijn altijd heel benieuwd wat jij hebt geleerd. Dus dat mag je ook zeker laten weten in de reacties hieronder. Oké, okay, nou ik zou zeggen bedankt voor je aanwezigheid weer Aisha. Jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. En voor jou als luisteraar, bedankt weer voor het luisteren. Uh, vond je het een interessante aflevering? Vergeet dan vooral niet te abonneren... En te liken, dat helpt ons kanaal groeien, maar dat zorgt er ook voor dat onze video's in de juiste handen terechtkomen. En uh, we zien ook steeds vaker dat mensen deze video's uh, en ook onder andere deze podcast delen in de stories of op hun social media. Dat helpt ons ook enorm. Dus wil je ons supporten, deel dan deze podcast met anderen of in je stories. En dan uh, ja, kunnen mensen die hier ook wat aan hebben, hier ook wat aan hebben daadwerkelijk. Ik zou voor nu zeggen, dankjewel voor het luisteren en... Tot de volgende week dan maar weer. Tot de volgende week.